Met kanonnen veroverden blanken het land op de oudste bewoners, op de Indianen. Daarna brachten de kolonisten met de kracht van wapens of geld andere mensen naar Suriname. Al heel vroeg zwarte slaven. Daarna, in de 19e eeuw, Chinezen, Hindoestanen of weer later de Javanen. Dit is het verhaal van mensen door geld, wapens of geweld bij elkaar gebracht in deze uithoek van Zuid-Amerika. 500 jaar geleden doemen schepen uit Europa op voor de kusten van Amerika. Die zeelui geven ons de eerste geschreven berichten over de Indianen. Dat hoeven geen juiste berichten te zijn. Ze kunnen verdraaid zijn uit politieke overwegingen of uit enthousiasme voor al dat nieuwe. Zo, staand, beeldt de Europeaan de hem onbekende luiaard af. Terwijl dat beest ondersteboven in bomen hangt of kruipt. En pas 150 jaar na de ontdekking van Amerika schildert de Nederlander Eekhout voor het eerst Indianen zoals ze er werkelijk uitzien. Nu nog kunnen we de stammen herkennen die de 17e eeuw Eekhout heeft geschilderd. Zo nauwkeurig zijn die afbeeldingen. De allereerste afbeeldingen van Indianen zijn dat niet. Hun naakte lichamen lijken het meest op de Griekse of Romeinse beelden die men in Europa toen zo prachtig vond. Met echte Indiaanse lijven hebben deze afbeeldingen weinig overeenkomst. Wat wel precies klopte, waren de kaarten van de kusten en rivieren, want die moesten veroverd worden. De grote rivieren van Suriname zijn al vroeg in kaart gebracht. Ze kregen Spaanse namen. Hoeveel Indianen treffen die blanke zeelui daar nu aan in dat Suriname? Er zijn allerlei opmerkingen van de eerste zeevaarders die daar kwamen, die erop wijzen dat daar inderdaad behoorlijk dichte bevolkingen geweest kunnen zijn. Ik heb voor de Beneden Marowijnen, de grensrivier tussen Suriname en Frans Guyana, een schatting gemaakt op basis van de mij bekende economie. En kwam tot de conclusie dat een totaal aantal van een ruim 10.000 Indianen helemaal niet zo gek eigenlijk geweest zou zijn. En dat is ook precies wat de eerste zeevaarders zeggen. Ze zeggen dit is een land vol met mensen. Mm-hmm. Terwijl als je daar nu de rivier op vaart, dan zie je hier ergens een dorpje en daar een dorpje en meer is het niet. Wie nieuwe films van het leven van Indianen vergelijkt met 200 jaar oude kijkkastjes van papier-mâché of 500 jaar oude tekeningen, die ziet dat werk, spel, behuizing en vermaak in een Indianendorp vrijwel hetzelfde blijven, de eeuwen door. Reisboeken waren in de 17e eeuw even populair als natuurfilms nu. Adriaan van Werkel heeft ooit zeden, gewoonten en levenswijze van de Surinaamse Indianen beschreven in een reisboek. Zij hebben twee soorten huizen. Het ene voor de nacht. Dat zijn hutten die met het dak bijkans de grond raken. En het andere om overdag in te zijn. Deze zijn veel hoger en wijder, om zichzelf te beschermen tegen de stralen van de zon. En die zijn open aan alle kanten, zodat de koele wind daar doorheen zou kunnen waaien. Een vrouw in een hangmat 200 jaar terug. Een kind in een hangmat nu. Verandert er dan nooit wat in de Indianenmaatschappij?
Ik denk dat het zo is dat die Indiaanse economie en samenlevingsvorm een buitengewoon goede aanpassing is aan het milieu waarin ze leven. En dat betekent dat er geen enkele aanleiding is om te veranderen. Het is een perfecte constructie die ze hebben gevonden. En waarom zou je iets wat perfect in elkaar zit veranderen? Perfect is het jacht- en visgerij dat de Indiaan maakt om aan dierlijk voedsel, dat is om aan eiwitten, te komen. Het materiaal is simpel. Eén rietstengel, een draadje van wilde katoen en wat veren vormen een wapen. Vader maakt het, de kinderen kijken de kunst af. Wanneer wij een maaltijd met vis wilden aanrichten, werd aan de Indianen rond ons fort order gegeven om een kreek af te sluiten. Als dat gedaan was, gingen ze er vervolgens bij laag water in. Vis en hagedis in de 16e eeuw, bosvarken in 1800 en bosvarken nu. De barbekot van nu rust op een zinken wasstijltje. Bewaakt door een Indiaanse in de kleren van nu. Wilde boskatoen, geplukt en verzameld in even praktische als mooie gevlochten manden. De vrouwen spinnen die katoen met de hand. Van de draden maken ze die andere typische Indiaanse uitvinding, de hangmat. Weer een andere Indiaanse ontdekking is dat je de wortel van de cassaveplant kan eten. Dus kweken de Indianen sinds onheugelijke tijden al cassave. Om hem te verbouwen hakt de Indiaan eerst een stukje oerwoud om. De droge bomen steekt hij in de brand en op de zo opengevallen plekken steekt hij stukjes cassavestengel in de grond.
Alle verdere zware werk is voor de vrouwen. Ze moeten er eeuwen over hebben gedaan om te ontdekken dat de cassave een eetbaar meel kan opleveren. Want er zit genoeg giftig blauwzuur in een cassavewortel om een mens te doden. Eerst moest men dus leren hoe dat blauwzuur eruit te krijgen. Onze 17e eeuwer van Berkel beschreef de hele behandeling. De wortel is vrij hard, vooral dat deel waaruit het brood gemaakt wordt. Daarom wordt dat deel, nadat het vlies eraf geschrapt is, op een speciale steen geraspt. Dat raspsel doen ze in een soort hoes, zo'n 4 voet lang en zeer dicht van fijn rotan gevlochten. Daarna gaan er de wijven opzitten en drukken de pers door hun lichaamszwaarte zodanig neer dat het nat er door een opening onderuit loopt. Dit nat wordt in een pot gevangen en met peper gekookt. Want ongekookt, gegeten of gedronken, is het een groot vergift. Dat zagen wij aan enige van onze varkens die het per ongeluk hadden opgeslobberd en die er terstond aan stierven. Als het meel uitgeperst is, wordt het op een ronde pan gelegd en zacht of hard gebakken. Het meel bakt vanzelf aaneen tot grote, platte broden. Dit cassavebrood heeft het voordeel dat het in de vochtige tropenhitte niet al binnen een paar uur bederft. Ook een manier om cassave te verwerken is er bier van te brouwen. Cassiri-bier. Van Berkel drinkt het met smaak tot hij met eigen ogen ziet hoe de Indianen dat bier brouwen. Ze nemen het hardgebakken cassavebrood en laten het kauwen door oude wijven en de snotterse kinderen. Die spugen het met zoveel mogelijk speeksel in een grote wijde pot en laten het een tijd lang stilletjes staan. Daarna gieten ze het door een zeef, gooien de stukjes brood weg en laten het sap gisten, samen met gekauwde patatten. Daaruit ontstaat bier, dat binnen weinig dagen drinkbaar is. De tabak, weer zo'n Zuid-Amerikaanse plant, gebruiken de Indianen als magisch middel om allerlei ziekten ermee te bestrijden. De rook blazen ze de zieken in. En met het tabaksap reinigt men af en toe de maag, van grondig tot zeer grondig. Ook hier geen verschil tussen nu en honderden jaren terug.